De familie Verloon, een van de bekendste regentenfamilies van Nederland. Onder andere bekend door het medeoprichten van de VOC. Nou, al decennia lang laat zij zich fotograferen door bekende fotografen. Die collectie staat nu in Foam. Nog niet voor publiek toegankelijk, maar wij van Cultuur in de Stad krijgen alvast een sneak preview. En dat doen we met Claudia onder andere, die curator is van Foam. Hallo Claudia. Hallo. Ik zie dat de tentoonstelling is natuurlijk boven, maar het is echt zo vers en zo nieuw dat er nog geen naambordje is. Dat die nog gemaakt wordt. We zijn met de laatste details bezig, dus dat gaan we zo in orde maken. Ja. We gaan om 17:30 open. En half zes morgen, toch? Of vandaag? Vanavond is de opening. Vanavond echt de officiële opening. Ja. En vertel eens, wat is er dan allemaal te zien? Nou, het bijzondere aan de familie Verloon is dat zij gaan natuurlijk eeuwen terug. En ze hebben zich altijd laten schilderen door portretschilders. Dat doen ze tot op de dag van vandaag. Maar ze waren er ook heel vroeg bij wat fotografie betreft. Dus de fotografie werd officieel uitgevonden in 1839. En we zien al de eerste foto's van een familie uit 1855, wat al heel, heel vroeg is. Ja, waarom, dus een soort van pioniers op dat gebied kan je wel een beetje stellen. Ja, zeker. Nee, de fotografie was natuurlijk een revolutie. Niemand had nog ooit zoiets meegemaakt dat je jezelf echt levend echt kon zien. En het waren ook de meeste goede burgers die zich dat konden veroorloven. En, de rijke burgers. En de rijke burgers, kun je het ook zeggen. En ook de royalties, de koningshuizen deden dat ook heel vroeg. En de familie Verloon was daar ook een van. Dus zij gingen eigenlijk al vanaf het begin dat dat mogelijk was, reisden ze naar de beroemdste portretstudio's in Europa om zich te laten fotograferen. En deze familie, hoe komt het dat ze zo welgesteld waren? Waar haalden zij hun geld vandaan? Nou, onder andere hebben ze hun geld verdiend tijdens de VOC. Maar ook door verschillende huwelijken. En ook doordat ze zelf heel actief waren in de bankwereld. Ook in de politiek hebben ze hun kapitaal vergaard. Ja. Nou, laten we alvast een beetje gaan lopen richting de tentoonstelling. En vertel ondertussen verder. Dus, ze waren heel rijk en toen lieten ze zich maar op de foto zetten. Waarom deden ze dat? Nou, het was een enorme mode. We zien al dat bijvoorbeeld de eerste fotografie-tentoonstellingen in Amsterdam, die vinden al rond 1855 plaats. Dus fotografie ging eigenlijk als een rood vuurtje, ook al was er nog geen internet of wat ook. Mensen wisten eigenlijk heel snel van de mogelijkheden van het medium. En wie zich dat kon veroorloven, die vond dat heel interessant om zich te laten fotograferen. En vanaf 1860 was het al mogelijk om fotografie in een redelijk grote oplage te produceren. Dus het werd al heel snel omarmd door heel veel mensen. Mm-hmm. We zien hier wegens de opbouw van een nieuwe tentoonstelling is de zaal tijdelijk gesloten. Voor ons dus niet. Maar wij gaan even. Wij gaan naar binnen. Spannend. Het ruikt ook heel, heel nieuw naar verf en hout. Kan dat kloppen? Ja, we zijn net bezig. In welke ruimte is dit? Dit is de voorzaal. Hier zie je echt de hele tentoonstelling van de historische fotografie. Die hebben we in een vitrine gepresenteerd. Omdat we de foto's zoveel mogelijk als objecten willen laten zien. We wilden ze niet achter passepartouts en in lijsten laten zien. Omdat je zo echt ziet van, ja, hoe ze in die tijd ook werden gemaakt. Je ziet de namen van de fotostudio's op de kaart. En dat was heel belangrijk dat die signatuur erop stond. Je ziet de materialen, je ziet de kleuren komen heel goed. En als we hier kijken, weet jij dan bijvoorbeeld wie wat is en hoe en wanneer deze foto's zijn gemaakt? Ja, de hele tentoonstelling is allemaal chronologisch opgebouwd. Dus aan de andere kant van de tafel hebben de oervaders, moeders die zich hebben laten fotograferen. En hier zijn we in de moderne tijd, jaren 20. En eigenlijk zijn eigenlijk begint het daar, aan die kant. Dus eigenlijk moeten we daar beginnen. Laten we daar heen lopen. Ja. En de foto's zijn gegroepeerd volgens personen. Dus we zien steeds groepen foto's die over één persoon gaan. Oké. En dit is dus de oerfamilie, zoals jij dat net zei. Ja. En wie zijn hier, dat? Hier aan het begin. Daar zien we de vroegste Verloons die zich hebben laten fotograferen. Hier is bijvoorbeeld een foto van Gustave Le Gray. En hij was een van de belangrijkste pioniers in de 19e eeuw op het gebied van de fotografie. Welke is hij? Is deze meneer dan? Deze foto. Deze foto? Van Louise van Loon Borski. Ja. Gustave is de fotograaf en die heeft van Louise van Loon gemaakt. Ja, precies. En Louise Borski en haar man, hier Hendrik Maurits Verloon, zij hebben het huis
Valoon gekocht, Museum Valoon, zoals we het nu kennen, voor hun zoon. Ja, want het Museum Valoon, dat was eerst, dat grachtenpand was eerst echt een woning waar de familie woonde. En nu is het een museum. Ja, en dat wordt ook tot op de dag van vandaag nog bewoond, op de bovenste verdieping. Door de familie Valoon? Ja, door de familie Valoon, precies. En hoe ging dat dan in die tijd? Ging je dan gewoon naar een fotograaf toe en zei je, nou ja, ik wil mijn familie laten portretteren? Of hoe ging dat? Nou, dat was op zich een heel bijzondere gelegenheid. Dus er werden ook altijd hele mooie kleren aangeschaft. Mensen gingen naar de kapper. Het was echt een heel speciaal moment om je te laten vastleggen. Dit zijn kaartenvisites. Die werden vaak in een grotere oplage gemaakt. En die waren ook bestemd om uit te delen. Dus zo, kaartenvisite, echt visitekaartjes? Het voorloper van de huidige visitekaart, ja. Precies. Ja. En ook werden foto's in albums geplakt, want daar kon je alles goed bij elkaar houden. En dus daarom heb je ook een groter formaat en een kleiner formaat. En het mooie is hier bijvoorbeeld dat je ziet van, nou, dit is één fotoshoot, maar toch zie je enorme verschillen. Ook in technieken bijvoorbeeld, maar ook bijvoorbeeld in houdingen. Dus we laten ook vaak foto's van hetzelfde moment zien, maar dan zie je toch de verschillen. Die in de foto's optreden. Dus dat is ook een beetje eigenlijk het proces van fotografie in Nederland vastleggend? Nou ja, het is, behalve de geschiedenis van de familie Valoon is het zeker ook geschiedenis van de fotografie. En het is vrijwel onbekend bij families dat zo'n schat bij elkaar gebleven is. Er zijn maar enkele families waarschijnlijk die dat hebben. Dus het is een heel uniek dat we dit kunnen presenteren. En hoe komt dat ze dat zo hebben weten te archiveren, weten te bewaren? Nou ja, dat is ook goed geluk. Ze vonden het belangrijk om de foto's te bewaren. En verschillende familieleden hebben steeds hun foto's aan het huis geschonken, aan het Museum Valoon. En daarom is een fantastische collectie ontstaan, maar die tot nu toe eigenlijk nog nooit aan het publiek getoond is. Dus dit is echt een primeur dat we dit zo bij elkaar kunnen zien. Ja, want al deze foto's zijn nooit zo openbaar tentoongesteld als nu. Nee, en het is ook voor de familie waarschijnlijk heel bijzonder om ze zo bij elkaar te zien. Want het heeft altijd in dozen gelegen of in albums. En het is nu zo bij elkaar. Die album die tentoongesteld wordt. En de foto's, ze zijn ook best wel, zijn best wel stilistisch ook. Soms zelfs een beetje synthetisch. Was dat kenmerkend voor die tijd, dat je echt zo op de foto ging? Nou, zeker. Kijk, het belangrijkste referentie voor de fotografie was heel lang de schilderkunst. Dus we zien ook in de portretfotografie heel lang allerlei soorten elementen en motieven uit de schilderkunst terugkomen. Ook bijvoorbeeld de esthetiek, die zachte tonen. Ja. Dat het een beetje grafisch of een beetje tekeningachtig was. Ja, bij deze zie je dat wel heel erg goed. Hele mooie foto trouwens. Ja, dit is ook van Félix Nardar in Parijs. En dat was een van de belangrijkste studiofotografen op dat moment. De studio bestaat op de dag van vandaag. Je kan ook vandaag nog een foto van Nadar met een dergelijke signatuur kopen in de studio. Die is dan ook heel veel waard, neem ik aan. Nou ja, nu is Nadar natuurlijk is er niet meer, maar de studio die bestaat nog wel. Dus zijn naam wordt nog wel echt voortgebracht. En wat maakt volgens jou deze familie zo bijzonder? Nou ja, ze waren natuurlijk heel bijzonder omdat ze natuurlijk de mogelijkheden hadden om naar de beste studio's te gaan. Niet alleen in Amsterdam of naar Den Haag, maar dat ze heel veel reisden. Ze waren natuurlijk kapitaalkrachtig, dus ze hadden echt de mogelijkheden om het allerbeste te krijgen wat ze wilden. Ja. En we gaan straks verder over de familie Valoon. Nu eerst even naar de kunstenaar van de week. We hebben elke week een portret van een kunstenaar. En dat is vandaag Anastasia Lubchenko. Die is iets totaal anders gedaan dan wat we hier zien. Die heeft een voorstelling gemaakt, namelijk over haar thuisland Oekraïne. En daar gaan we nu even naar kijken. My name is Anastasia Lubchenko. I'm coming from Ukraine. And I'm, what kind of artist I am? I'm a mime, actress, a dancer, theater maker, painter, animator. Yeah, all this. A lot. What was your latest project? My latest project was Influence, and it was combination actually between painting, visual art, and mime and live music.
And what was the main theme of influence? In my country, in Ukraine, now all the things happening. If you, I think a lot of people watch news, especially for me, it's really next to my heart because I'm coming from Kyiv, the place where all this revolution started to happen. And a lot of my friends were involved in it. And yeah, my family lives there. So it's really influenced me. And that's why I made the project Influence. And how do you think you developed as an artist? Like, it was only four of us who made everything, and technical and production and all the things which we made, including financial subsidies, everything, learned me how to make next step in my professional career as an artist. Because I learned in Holland, which is really a great country in a way of independent artists. So you have to develop yourself not only as an artist, but also as an independent manager. Entrepreneur, yeah. Ja, Anastasia zegt, als kunstenaar moet je niet alleen maar kunst maken, maar ook kunnen ondernemen. Nou, ondernemen, dat kon de familie van Lona heel erg goed. Je hebt de tentoonstellingen samengesteld, Claudia, maar dat heb je niet alleen gedaan. Ook met Ernst, of vooral Ernst eigenlijk, hallo. Hoe stel je zo'n tentoonstelling samen? Waar zoek je dan naar? Nou, ik had wel een hele heldere opdracht. Namelijk de portretfotografie van Loon te laten zien. En dat moest op een manier gebeuren dat het voor die foto's goed was. En op een manier dat ze bij elkaar bleven. En ja, de meeste foto's hangen vaak aan de muur. Of staan op een schouw of op een tafel. En het leek mij heel mooi om die foto's echt als familie bij elkaar te brengen. En dan ja, bijna als een soort vitrine te laten zien. Omdat ik, wat ik mooi vind van een vitrine is dat het ook een soort ja, concentratie met zich meebrengt. En dat had ook een praktische voordeel. Dat je dan echt ook niet alles hoeft in te lijsten op een hele bijzondere manier. Ja, dus dat je hier hebt gedaan. Ja, dus hier is eigenlijk alles bij elkaar gebleven. En het was eigenlijk mijn grootste taak is om uit die enorme hoeveelheid, want dit is nog maar denk ik een tiende van de collectie, dan de portretten te kiezen en dan ook die portretten te kiezen die 10 verschillende fotografische technieken die in die periode waren, dan te selecteren. En dat heb ik gedaan op personage en op kleur en op houding en ja, ook op, ja, om te kijken dat er een mooie schakering ontstond. Mm-hmm. Nou, en over personage en houding gesproken, vertel eens een beetje over vertel daar een beetje over. Nou, wat ik ontzettend leuk vind is om te zien is dat dit natuurlijk niet zomaar een familie was. Het was een familie die veel reisde. Mm-hmm. En ze gingen naar de hele beroemde studiofotografen in Wenen, in Parijs, in Londen, maar ook in Amsterdam. Merkelbach zit erbij, echt een beroemde studiofotograaf. Absoluut, ja. En wat mij opvalt, en dat is echt heel leuk om te zien, is dat soms zie je portretten en dan denk je dat ze door dezelfde fotograaf genomen zijn. Ze zijn bijna identiek, maar dan zijn ze net verschillend en dan blijken ze gewoon door helemaal verschillende fotografen gemaakt te zijn. Maar dan is die houding waarschijnlijk zo typerend voor dat personage dat hij ervoor koos om zich zo te laten portretteren. Ja. Met dezelfde kleding, dus echt bijna identiek. En toch zijn het dan twee verschillende studio's geweest. Ja, dus je leert zo iemand vanuit foto's ook een beetje kennen. Ja, en wat ook opvallend is dat in die periode, als er al naar zo'n goede fotograaf ging, de hele familie werd geportretteerd. Dus alle kinderen zijn vaak in serie op dezelfde manier gefotografeerd. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend uniek. En dat geeft ook dat je een hele mooie ensembles kunt laten zien. Zoals hier zie je dat de hele familie dan, alle kinderen in één keer, in alle leeftijden dan naast elkaar staan. En vaak begint het dan altijd met een moeder en een dochter. En vervolgens de kinderen vrijstaand. Mm-hmm. En de mensen waren zich heel erg bewust van wat het was. Ja. Een fotografie. Dus ze waren echt altijd heel bijzonder aangekleed. En wat ook veel gebeurde is dat ze dingen in scène zetten. Dus dat ze als herderinnetjes verkleed gingen. En, maar dit is ook een heel groot stuk Amsterdamse geschiedenis ook. En Nederlandse geschiedenis. Absoluut. Ja, absoluut. Dat is wel van een zekere bovenlaag natuurlijk. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een elite. Maar en zij wilden zich ook onderscheiden. Dus ze maten zich aan de
aan de aristocratische families van andere landen. Dus, en hoe gaan jullie dan bijvoorbeeld om met, want er zijn nu heel veel dingen gaande over de Gouden Eeuw, bijvoorbeeld ook die film van Michiel de Ruiter, en daar, maar aan de andere kant is er ook kritiek op, hè, dat er niet altijd wordt gesproken over verdiensten uit de kolonialisatie en dat soort dingen. Hoe gaan jullie daar dan mee om? Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, ik vind het goed dat je dat noemt. Het is, ik heb dit niet als een, ik ben eigenlijk heel erg op een esthetische manier daarna ben ik ermee mee omgegaan. Maar ik was me wel bewust van dat er misschien ook wel een ander verleden was. En om die reden is het ook denk ik wel goed dat we hier het familiewapen van Loon zien. Ja, hier is het familiewapen te zien. Het is daar te zien met die twee mulatte hoofdjes. Ja, dus ja dat maar dat is, zijn al dingen die wel typisch uit de slavernijtijd afstammen. Dat denk ik van, je kunt er omheen. Maar kijk, het is nu natuurlijk niet zo dat deze mensen daar schatplichtig aan waren. Dat is daar hun voorouders weer. Dus het is ingewikkeld, maar tegelijkertijd denk ik wel, laat het zien. Ja. En daarom vind ik het ook goed dat dit object, dit specifieke object, aanwezig is. Dat je het niet zegt van ja, dat... Dat je het niet verdoezelt. Nee. En hier aan de muur zien we ook, wat is het? Nou, we vonden het heel moeilijk om al die verschillende technieken uit te leggen, zonder dat je dat in kleur doet. Want ook al spreken we van zwart-wit fotografie, uiteindelijk zitten in die zwart-wit tinten zoveel tinten en nuances. En die wilden we laten zien. En dat had allemaal hier te maken... Hier dus alles ook uitgelegd. Wordt uitgelegd. En dat je bijvoorbeeld met een platinadruk hele verschillende kleuren kunt aantreffen. Omdat het dan te maken had met de verschillende baden die ze gebruikten. En daar werd ontzettend veel mee geëxperimenteerd in die periode. Ja. Dus voordat we verder gaan, moet ik nog even de reportage aankondigen. Want we hebben ook elke week een reportage. Deze tentoonstelling opent vanavond. Maar Rebelse Stad, die kunt u vanavond ook zien. Dat is een film over, anarchistische gedachtegoed van Nederland. Begonnen bij onder andere de provo's. En ik sprak met Mr. Provo himself, Roel van Duin. Wat is Rebelse Stad? Rebelse Stad is een film die gemaakt is door Willy Lindwer, die nu in de bioscoop gaat komen. En die is een prachtig overzicht over wat er in de jaren 60 door provo's en andere opstandelingen in Amsterdam is gedaan om te vechten voor meer vrijheid en voor beter stadsmilieu. Kijkt u terug op die tijd als een van de oprichters? Het was een heel vruchtbare tijd. We hebben heel veel in actie gezet. Dus u heeft wel daadwerkelijk iets veranderd? Ja, dus Nederland is inderdaad in veel opzichten door Provo een ander land geworden. Het is veel ruimdenkender geworden. De verhoudingen zijn veel informeler geworden. En de afstand tussen het gezag en de gewone mensen is wat minder geworden. Maar we zijn nog niet klaar, Provo, Lutsi. Die moet doorgaan. Nou, u zegt, we zijn er nog niet. Vindt u dat jongeren, hedendaagse jongeren, genoeg protesteren? Nee, lang niet. Er is een schrijnend gebrek aan nieuwe provo's. Want de actie voor frisse lucht en voor betere verhoudingen tussen de mensen, bijvoorbeeld tussen autochtonen en allochtonen, Die staat eigenlijk nog maar aan het begin. Dus er zijn hard nieuwe provo's nodig om daar tegen actie te voeren. En wat zou uw advies zijn aan die nieuwe provo's? Mijn advies is, word wakker en ga aan het werk. Ga provoceren. Provoceer. Ja, sta op en provoceer, zegt Roel. En hoe je dat het beste kunt doen, dat kun je natuurlijk zien in de film Rebelse Stad zelf, die vanaf vandaag te zien is in de verschillende bioscopen. Voor meer informatie kunt u kijken op www.rebelsestad.nl. We zijn nog steeds bij de Verlonen expositie en we komen nu in de volgende ruimte. En wat zien we hier? We zien hier interieurfoto's van het huis van Loon, wat zich precies tegenover hier vindt aan de Keizersgracht. Het leek ons heel mooi om die te projecteren, omdat je dan bijna het gevoel hebt dat je in die ruimte staat. Ja. Wat ook opvalt is dat het zijn hele vroege foto's, dus echt rond 1910.
dat er toen nog niet zoveel gefotografeerd werd in interieurs. Dus ze hebben eigenlijk portretten gemaakt van, van die interieurs. Dus het heeft ook iets ongemakkelijks. En lijken bijna een soort van ghost-huizen. Ja, een beetje wel. En er is ook een kijkgaatje, heb ik begrepen? Er is een kijkgat hier. Eigenlijk een soort omgekeerde kijkdoos. En dan kijk je op. Mag ik kijken? Ja, natuurlijk. Oh ja. Dan zie je precies uitgekaderd van Loon. Je kijkt naar buiten. Ja, natuurlijk heel erg leuk tegenaan. Twee totaal verschillende culturele instellingen elkaar zo gevonden hebben. Ja. En samen zo'n tentoonstelling maken. En wat leuk is, de directeur kan ons daar meer over vertellen. Maar iemand die dat nog veel beter kan is Philippa van Loon. Want die is namelijk... Die is de laatste stamhouder van Loon. En En zij woont ook hier nog tegenover. Ja. Philippa, hallo. Hallo. Ja, u woont hier tegenover. Ja, klopt. Hoe is het dan om eigenlijk is het je woning en je familie zo tentoongesteld te zien? Ja, dat is heel raar. Het doet me wel wat inderdaad om iedereen hier te zien. Want hier is het vrij recent wat hier staat. Maar hierachter zijn het dus historische foto's. En de helft van de tafel heb ik nog gekend. Dus, Laten we er even naar kijken. Want wat, als je dat ziet, wie zijn dit allemaal? Wat denk je dan? Dit zijn mijn kinderen, om daarmee te beginnen. Ja, dus Giselle, Felix en Casimir. En dat zijn foto's gemaakt door Tom Els, een goede vriend van de familie. En dat kan je ook zien op de manier waar ze dus heel recht naar de camera kijken. En heel ontspannen en heel zelfverzekerd zijn. En wat zo leuk is... Stoer. Ja, ook heel stoer. Ja. Ze zijn dus geportretteerd in het museum. Maar een beetje hoe zij met het museum omgaan. Dat wil zeggen met een skateboard en gewoon zittende op de stoelen waar eigenlijk een koordje voor zit en zo. Dus ze leven er echt ook. Maar is het niet ook bizar om te zien eigenlijk, want ik bedenk niet dat iedereen het kan zeggen, dat hun leven echt een museum is? Ja, het is heel raar. Het is gewoon mijn leven, dus ja. Hoe ben je dat al gewend? Nou, je bent er nooit echt helemaal aan, denk ik. Het is toch heel raar. Ja, nee. Maar ook wel heel bijzonder. Ik vind het heel leuk om het te delen met het publiek en met mensen. Dus op zich is dat wel heel leuk. Mm-hmm. En te zien dat er zoveel belangstelling voor is, dat is ook wel ongelooflijk. Dus, En heb je dan zo, want hoe voelt het dan? Want je stamt dan van zo'n rijke familiegeschiedenis af. Hoe voelt dat dan voor jou? Ja, het is een soort eigenlijk iets wat je verantwoordelijkheid die je hebt om dingen te bewaren en dingen voor de volgende generatie voort te zetten. Dus je hebt wel een soort taak, heb je. En je probeert het zo goed als mogelijk te doen. Ja. Daar ben je wel bewust van we moeten het wel, de traditie voortzetten. Ja, zeker. Zo ben ik opgegroeid in ieder geval. En probeer mijn kinderen dat ook een beetje dus nu mee te geven. Ja. Ja. Nou, dankjewel. De directeur staat er ook nog. Ja. Dus daar gaan we ook nog even mee praten. En die gaat vertellen van waar deze samenwerking, want we voor het eerst deze samenwerking en ook voor het eerst dat het zo tentoongesteld wordt. Ja, er is eigenlijk een beetje een traditie ontstaan dat als Foam dicht is, dat is een enkele keer voor een week of twee, dan opent Foam in Van Loon met een tentoonstelling met fotografie. En toen wij wisten dat we dicht zouden gaan, we zijn nu als Museum van Loon 2 maanden gesloten vanwege de restauratie van het stukwerk in de hal. Toen hebben we eigenlijk ongeveer het eerste wat we deden, hebben we met Foam gebeld. We zeiden van, goh, nu gaan wij dicht en mogen we bij jullie open. Dus nu is het omgedraaid, is het Van Loon in Foam. En toen vroeg natuurlijk Foam, wat gaan jullie dan tonen? Ik zeg, onze fotocollectie. En Foam zegt, oké. En eigenlijk is het dus nu de grote verrassing. Dus dat we Valentien Rijsterborg heeft bij ons maanden in het archief doorgebracht. En is alle fotodozen doorgegaan. Dat zijn duizenden en duizenden foto's. En daarvan is dit eigenlijk een hele kleine selectie. Maar het is wel voor het eerst. De expert die naar de foto's keek, die was ook heel verbaasd over de kwaliteit en de conditie van de foto's. Hij zei, wat zijn ze goed gebleven? Ik zei, de meeste foto's zitten eeuwig in een doos. En die openen ook vanavond. Wat denkt u dat de reactie zal zijn? Of waar hoopt u op in ieder geval? Nou, ik denk dat het heel bijzonder is. Enerzijds zal natuurlijk de familie aanwezig zijn. Er zijn natuurlijk ook mensen die het museum goed kennen. Dan lees je eigenlijk ook het verhaal van de familie in de foto's. Maar ik denk dat het ook gewoon heel interessant is voor fotoliefhebbers. Om gewoon te zien hoe portretfotografie zich ontwikkeld heeft in de afgelopen 150 jaar. Dus ik denk dat er verschillende manieren zijn waarop je de tentoonstelling kunt bekijken. Ja. Nou, mooie afsluiting. Voordat we weggaan, tijd zit er helaas op, maar voordat we weggaan, hebben we nog een prijsvraag. Die kunt u tweeten naar @cultuurinstad. Als het goed is, ziet u nu ook de banner. En de prijsvraag is, met wat is deze familie, de familie van Loon, zo bekend geworden? Waarom zijn zij zo bekend? Dus tweeten naar @cultuurinstad. En dan kunt u 2 kaartjes winnen voor deze expositie. En u kunt natuurlijk ook nog naar de Belstad die vanaf vanavond begint. Dit was Cultuur in de Stad voor vandaag. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door AFK. Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst investeert in kunst die het leven in de stad verrijkt.